Vandaag zijn we hier om een opname te maken, om over verschillende onderwerpen te praten die passen in de Week van de Veiligheid. Het gaat over integriteit, het gaat over geweld onder jongeren en het gaat ook over het afstand houden, de 1,5 meter in deze coronatijd. Goedemiddag en welkom bij de Gemeente Draait Door. Het is 5 oktober, de officiële start van de Week van de Veiligheid 2020. Nou, de gemeente draait door omdat gemeenten een hele duidelijke taak hebben als het gaat over de openbare orde en veiligheid. De burgemeester heeft daar een belangrijke taak in, maar vergeet ook de gemeenteraad niet. En in deze Week van de Veiligheid proberen we te laten zien hoe je in publiek-private samenwerking, dus bedrijven, organisaties, instellingen en gemeenten, samen je gemeente een stuk veiliger kunt maken. En daardoor zorgt voor minder slachtoffers en minder schade. En daar doen we het voor. Ja, de Week van de Veiligheid is ook nu weer belangrijk, net zoals de 14 keer die hiervoor waren, omdat er een moment is waarin we elkaar nog eens diep in de ogen kunnen kijken. En als publieke partijen en private partijen tegen elkaar kunnen zeggen, wat kunnen we nu met elkaar doen om het veiliger en leefbaarder te maken in onze gemeente in Nederland. En daar is nog heel veel winst te halen. Ik hoop dat het gesprek wat we met elkaar hebben gehad tot nadenken stemt. En misschien ook om het met collega's nog eens te bespreken. Met name op het gebied van integriteit. Repareer het dak als de zon schijnt. Bedankt voor het kijken. Een hele fijne dag en een hele fijne Week van de Veiligheid.